Hallo, ik ben Vio Tongen en we nemen dit jaar ook deel aan het project van Limburg Stand Af met het project Belevingsbed, samenwerking met het woonzorgcentrum De Kleine Kasteeltjes. Met dit belevingsbed willen wij de gemoedstoestand van gedementeerde bejaarden positief beïnvloeden. Hierdoor gaan we op spelen met parameters als licht, geluid, beeld, geurbeleving en beweging. Om het project in vorm te krijgen, gaan we samenwerken met verschillende studierichtingen binnen de school. Wij zijn de afdeling 6 elektromechanica. Wij staan in voor het ontwerp van het bed, de schommelbeweging en ook alle tekeningen van het bed. Deze tekeningen worden daarna vervaardigd door de afdeling werktuigmachines binnen onze school. Dit project is voor ons heel speciaal omdat we hiermee gedementeerde bejaarden kunnen helpen en dus voor ons een extra motivator om aan te werken. Natuurlijk kunnen we ook niet alles zelf doen, daarom hebben we bepaalde onderdelen aangekocht of gerecycleerde onderdelen uit de zorgsector of de zorgafdeling van deze school gebruikt. Voor de elektrische en de elektronische componenten werken we samen met de richting 6ICT. Wij zijn de leerlingen van 6ICT. Wij zorgen voor beeld, geluid, verlichting en geur. Het beeld kan bediend worden door de touchpanel te bedienen eigenlijk gewoon. Om de patiënt te laten ontspannen en dat wordt beeld dat gekozen wordt gestuurd naar een beamer. Die wordt dan bediend door de Raspberry Pi, dat door het hele project wordt gebruikt. En dan die beamer projecteert dan het beeld dat gekozen wordt op een projectiescherm. Wat is de Raspberry Pi? Dit is eigenlijk een Raspberry Pi. Het is zo van een mini-computer, kun je zeggen, dat je kunt programmeren om veel verschillende dingen te laten doen. En dat gaan we dan gebruiken voor het geur, audio, verlichting en zo van die dingen. Het geur kan ook worden gekozen door de touchpanel. Gewoon ook door te bedienen en dan wordt dat gestuurd naar de geurdispenser. Dus audio, dat is dus muziekjes, liedjes en melodieën die de verzorger van de patiënt kan instellen voor de patiënt om een rustgevende sfeer te brengen. De verlichting kan hieraan gekoppeld worden zodat de frequenties en de tonen van het liedje de verlichting aanpassen. De verlichting kan ook apart ingesteld worden op verschillende kleuren en helderheden, voordat de patiënt andere sferen kan beleven en betere ontspanning kan krijgen. Dus we hebben hier een frame ontworpen met het tekenprogramma Inventor. Hierop hebben we een motor bevestigd. En hier zijn we dan begonnen met het ontwerpen van onze eigen krukas. Deze hebben we ook zelf geprint al voor een prototype te maken. En deze zal dan bevestigd worden aan een van de karretjes van het bed. En als we dan de motor aandrijven, zal de krukas ronddraaien en zal die hier bevestigd aan zijn en zal deze zo beginnen met draaien. En dan zetten we hier, maken we vier van die karretjes en zal zo, zijn die ook aan elkaar bevestigd en zullen die zo alle vier tegelijk. En zal dan voor de patiënt een rustgevend gevoel geven.